Evert, Marokko en Kroatië staan in de halve finales. Moeten we onze eigen uitschakeling nu anders bekijken of niet? Ik denk wel dat we het nog altijd zelf hebben laten liggen, maar wat wel duidelijk is, is dat het twee van de best verdedigende ploegen van het toernooi zijn. Dus misschien is het ook niet onlogisch dat we daar niet tegen gescoord hebben. Het biedt toch troost? Ik vind dat biedt troost. Nee. Geen troost. Ja, dat biedt troost. Absoluut niet. Ik ben de enige loser die dat hier vindt of wat. Dat vind ik wel, ja. Ik vond dat bij Frankrijk wel. In de halve finale had hij dan de match daarna de finale willen, vond ik dat wel troost geven, maar zo bij Italië en nu vind ik het wel geen troost. Ja, dus als je in de groep uitgeschakeld wordt, alles kan nog. Dan voor de derde keer dan op rij zijn dat de ploeg die ons uitschakelt wint, dat is toch lichte verzachtende omstandigheid. Dat is niks. Goed. Onze gasten van vandaag zijn twee podcastlegendes en maken wekelijks de Premier League podcast Kick and Rush. Welkom Jelle Tak en Leroy Deltour. Prachtige foto, hè? Iconische foto. Ik vind dat we die in het groot moeten afdrukken en uithangen op kantoor. Dat is toch mooi staan, niet? Ja, voor de mensen die je niet kennen van Kick & Rush, jij werkt ook bij Sporthouse Group, hè? Ja, ik werk voor u en ik werk... Dat gingen we niet gewoon zeggen. Ja, dat mocht ik niet zeggen, maar... ik doe dus... Wat staat er in uw jobomschrijving? Mijn jobomschrijving... Ik doe altijd operationele. Dus ik zorg dat de mensen bij ons weten waar ze moeten zijn op een dag. Zorgen dat ze hun verlofdagen oppakken wanneer dat moet. Als er ergens een cameraman nodig is, dat er een cameraman is. Als jij het gekke idee in je hoofd haalt om plots 7 podcasts uit de grond te stampen, dat allemaal in de planning past. En dat is het. Dus het is eigenlijk een beetje de dragende kracht. Ja, een beetje de Kanté bij uw Pogba of zo zeker. Hij heeft wel gelijk, Evert. Jij weet dat ook. Ja, Leroy is onmisbaar op kantoor. Daar moeten we heel duidelijk over zijn. Hij zorgt eigenlijk voor alles. Ja, en nog mag ik niet in mijn eigen zetel zitten. Ja, vind je dat raar? Ja, je bent ook producer, we zien het hier, van Mit Mondial. Vind je dat plezant om te doen? Ja, ik zorg altijd dat wel, als ik werk, dat het goed in beeld komt. Dat is ook wel een van mijn grote talenten, toevoer op het werk. Als ik iets gedaan heb dat veel werk was, zorg ik wel dat jij dat weet. Dat is geen leugen nog. Maar je neemt Mit Mondial zelfs zo serieus dat je hier blijft slapen soms. Ik wist niet dat je dat... Ja, ik slaap hier soms. Je zei één ding vergeten, die camera's blijven lopen. Kleuten. Allee, wat is dit? Dat valt soms voor ons nog. Welkom, Stéphane Matthys en Erhan Demirci. Die gaan nu onze sokken aan. Daarvoor zijn die sokken toch gemaakt. Welkom in het Sportzaal Intercircus. Dat is echt de beste. Dit is echt een vuile pose. Hoe slecht speel je pingpong ook? Dat is moeilijk, man. Dat is een oprechte vreugde. Sorry, mama. Goeie matchjes vandaag, hè? Ik hoop het. Waar is het kastje? Hier, maat. Dit kan toch niet? Dit is Oscar-waardig, wel, dit. Opleef hier ook gewoon. Ja, ik sta niet vaak met mijn mond vol tanden, maar ik weet even niet wat ik hierop moet zeggen. Maar je ziet, het belangrijkste is, het kantoor zag er fatsoenlijk uit als jullie toekwamen. En de mensen, ik denk dat de gasten er nog nooit iets van gemerkt hebben. Nu en dan wel al eens een geurklacht. Het was heel proper, geen klachten. Dus. De mensen die trouwens jullie relatie niet kennen, ik heb hier een foto's klaarstaan die een beetje vergelijkbaar is met wat jullie hebben. Iemand die ooit naar de Wolf of Wall Street heeft gekeken. Maar, dit zijn jullie eigenlijk. Ja, dat kan wel, hè. Sam, jij bent dan Leo en jij bent Jonah Hill, Leroy. Goed, Jelle. Welkom. Wat hebben jullie van mij? Denk niks.
Commentator bij Play Sports, klopt. Premier League-volger. Absoluut. Zeg je dan ook supporter van Engeland, automatisch? Ik ga dat niet ontkennen, want je hebt ongetwijfeld beelden van de wedstrijd van daarnet. Ja, absoluut. Zullen we niet op de ook, omdat het, ook omdat het tegen Frankrijk was. En bij mij zit dat nog altijd... dat is nog een open wonde van 2018, van de Belgen, de uitschakeling in die halve finale. Vandaar dat ik ook wel... Als je dat nu nog voelt, is dat voor altijd. Ja, dat kan weggaan, hè. Daar hopen we op, maar zo fanatiek, dat zal niet direct zijn, denk ik. Zo fanatiek dat je waard. Echt verbaasd. Op de Play Sports redactie noemen ze u alleszins een wandelende Premier League encyclopedie. En dat wil ik graag eens testen. Lelijk. Mooi. Even snel tussenkomen, belangrijk, we noemen hem inderdaad zo. Of Frankie Loosveld. Die naar het eiland heeft gekeken. Denk aan Frankie Loosveld. Soms kan Jelle ineens een beetje nors zijn, in zichzelf gekeerd en met niemand willen praten en voor het minste een beetje ambetant zijn. Maar langs de andere kant is het een warme en heel lieve mens als hij u graag heeft. En grappig. Absoluut. Het is voilà. Een juiste omschrijving. Wie won het vaakst de Premier League? Man United. Manchester United. Hoeveel keer? 13 keer. Ja. Welk team haalde de titel met het laagst aantal punten ooit? Goh. Leicester. Ook Man U. 75 punten in 96-97. En welk team scoorde het meeste doelpunten ever sinds de start van de Premier League? Dat is tricky. Ik zou ook Man United zeggen. Juist. Dus, ja, dat weet je toch met als quizmaat. Ik had de link nog niet door. Volgens mij een rode draad. Voilà. Ik moet onze sideshow ook weer welkom heten. Welkom, Dennis. Ja, dag Sam. Heb je al iets voor ons? Ik heb... wacht even kijken of ik het al heb. Ik heb het hier ergens staan. Ik heb het zeker hier iets. Ik vind het niet terug nu. Een goede sidekick. Ja, kijk. Ja, kijk. Het is dag 21. Laat mij, Takkie. Ik heb die foto van jullie, van jou en Leroy hier staan. Want de mensen hebben het eindresultaat nog niet kunnen zien als ze niet op Instagram zijn geweest vandaag. Het is een... prachtige recreatie van Laurent Blanc, beter gezegd, en Fabien Barthes. Ik vind dat we nu die foto moeten inkaderen. Zo'n beetje Inception. Zo. Ja, ik ben grote fan. En wat ik ook heb, is dat Wouter Michiels, een kijker of luisteraar of allebei, die heeft Leroy gevonden in de tribune tijdens Engeland-Frankrijk. Dus hij gelooft niet dat hij hier echt zit, Leroy. Ik ben hier echt, ja, ik voel het. Voilà, ik voel het. Kijk. Goed, laten we eens over voetbal hebben. Ah, het is een voetbaltalkshow. Ja, leuk. Engeland-Frankrijk, 1-2. Fransen komen wel mooi op voorsprong. Maar het was mooi afstandsschot. Het was voor mij qua voetbal de beste van de vier, denk ik. De beste van alle kwartfinales was ook de laatste. Ik heb echt genoten van de wedstrijd. Ik denk dat Engeland uiteindelijk licht in het voordeel was. Maar ja, de Fransen hebben gewoon hun momenten perfect genomen. Maar... De verwachtingen waren super hoog bij mij. Ja. En in de tweede helft zijn die ook wel volledig ingelost. Ik heb het gevoel dat die tweede helft voorbij vloog. De eerste helft was iets minder, denk ik. Ja, na de goal van Tchouaméni begint Engeland gewoon die match in handen te nemen. En hebben ze ook wel kansen gehad. Ik begon bewust bij de openingsschool, omdat we er 14 minuten over moeten praten. Okay. Maar Evert zegt het in twee zinnen. Ah, sorry, mijn excuus. Nee, moest Pickford hem hebben? Want daar was discussie over in de mansion. Ja, ik vind niet. Omdat die bal tussen de benen komt van Bellingham en hij waarschijnlijk geen perfect zicht op heeft. Maar goed, het is Jordan Pickford, het is niet vrij van zonde. Dus ja, het kan wel. Het is normaal, Pickford op zijn lijn, dat is normaal waar dat hem goed in is. Ja. En dat hem zo verrast is op dat schot, doet mij wel vermoeden dat hem de bal te laat ziet komen. Nee. Hij gaat in de fout. Vanaf het moment dat de bal naar Tchouaméni wordt gespeeld, moet hij al anticiperen. Zijn positie blijft slecht. Ja. Maar verwacht iemand van jullie dat hij schiet daar? Ik niet. Maar Tchouaméni heeft al meermaals van op afstand gescoord. Dat was super verrassend. Links vanuit en stand. Rechts. Maar we kijken stand, naar de Premier League, dus we weten niet dat hij vaker schiet. Hè. Dus dat moet jij zeggen aan ons. Nee, ik vind... Als je naar een halve finale wil, dan heb je wel een keeper nodig die dat pakt, denk ik. Ja, en voor het toernooi had ik dat ook wel gedacht, dat de pijnpunten waren van Engeland. Dat is Harry Maguire, onze goede vriend van in de podcast natuurlijk ook, maar ook van jou, Sam. De doelman is wat mij betreft ook het zwakke punt van Engeland. Maar als ze daar nog blunder. Echt een topper hebben... Het is geen blunder. Het is geen blunder. Maar het is heel goed getrapt. Maar je hebt wel het gevoel, als daar een echt topdoelman, genre Courtois, staat, of misschien zelfs ook Lloris, die aan de andere kant staat, dat hij die bal wel heeft. En dat deed bij Pickford niet. Maar ik vind het raar om nu zo naar hem... Ze hebben een halve finale gehaald op het vorige WK met hem. Ze hebben een finale gehaald op het EK met hem. Ja, ja.
het is niet een keeper die de overwinning kost, denk ik. Maar ik stoor mij wel zot aan, want het is echt gewoon... Hij keept ook geen slecht WK of zo. Nee, totaal niet. In de tweede helft pakte hij die bal nog van Giroud. Waar ik meer zot van kom, is die trapt die een bal altijd tot in de handen van Loris uit. Frankrijk schiet van aan de middencirkel en die is woest. De eerste dat hij ziet van zijn ploeg, begint die zot aan te vallen. Dat is echt een irritant manneke. Het heeft gewoon van weinig voetbalverstand, denk ik. Die pakt dan wel nog die een bal van Giroud. Moet dat wel hebben, denk ik. Maar... Op een gegeven moment denk je dat hij gewoon op de goal gaat trappen. Hij kan zo ver trappen. Maar hij heeft meerdere keren echt ingeleverd bij Loris. Hij kan zo ver trappen dat ik denk, ja, je moet hem dan gaan inzetten later in de match als een wapen. Die vrije trap. Wat hebben die vrije trap geven, ja, heeft duidelijk een geweldige traptechniek, maar hij misbruikt die eigenlijk op dit moment. Maar nee, het is geen traptechniek. Hij kan gewoon... Ik denk dat hij dat gewoon vet vindt, dat hij keihard kan shotten. Ja. Dat hij... Oh, check. Want die trapt zot ver uit. Stones was net geblesseerd van het veld. Die doet een babbelke met Stones. Die zegt waarschijnlijk... Check, heb je gezien? Een overkant, hè, maat. Echt. Dat zou kunnen. Lastige mens. Hoe hebben de Engelsen Mbappé proberen af te stoppen? Met vooral Kyle Walker en met Jordan Henderson, die vaak in die zone terechtkwam. Die ook wel heel veel gelopen heeft. Dat was best wel indrukwekkend. Ik heb er wel veel op gevloekt, op Jordan Henderson. Omdat er veel betere voetballers in die selectie zitten natuurlijk, bij Engeland. Maar Walker, chapeau, hè. Walker was echt goed. En Mbappé hebben we niet gezien in die wedstrijd. Voor mij... Niet gezien, maar, ja, nee, maar beslist, ja, niet in de beslissende fase van acties. Geneutraliseerd. Het is verkeerd uitgedrukt, want hij trekt wel twee mensen naar zich toe. Dus daardoor ontstaat er natuurlijk ruimte voor andere mensen. En hij verloor ook niet continu de bal, nee. Dat was het ook niet. Maar ze hebben het wel goed aangepakt. Ze hebben het gevaar van Mbappé kunnen neutraliseren. Maar goed, er lopen daar nog andere... Gaat zijn XG voor de match? Alblief. Gaat zijn XG voor de match? 0,00. Taki is een XG-maester, dus ik breng dat. Expected goals. Ja, dat snap ik. Maar... Geen kans gekregen. Geen kans gekregen. Geen enkele keer van de match. Van Mbappé, ja. Deze match. Je zei voor de match, dan dacht ik... Sorry, voor de opname. Lijkt me logisch. Zijn jullie eigenlijk fan van Southgate? Ik word daar niet wild van, maar ik heb er ook niks tegen. Ik vind dat hij zijn job wel prima doet. De resultaten zijn er ook naar. Halve finale WK, finale EK. Hij mist nog een referentiewedstrijd, gewoon, heb ik het gevoel. Hij heeft die finale gehad. Ze hadden die al tegen Duitsland op het EK gespeeld. Daar hebben ze wel een stap gezet. Vandaag was ze een match kunnen zijn. Was super dichtbij bij die referentiematch vandaag. Ze waren goed, hè? Ze zouden verdiend gewonnen hebben, maar... Wat dan weinig te verwijten. Het zijn Fransen, hè. Ook moedig dat hij met vier van achter speelt. Allee, wij hadden alle twee verwacht dat hij misschien naar de vijfmansdefensie ging teruggrijpen. Ja, omdat hij dat op TK ook gedaan heeft. In die belangrijke wedstrijden naar die driemansdefensie teruggrijpen. Maar ja, dat toont wel ballen en toont wel voetbalverstand ook. Dus ik heb hem op dat vlak schat ik hem wel hoog in. Ja, maar hij heeft wel heel veel werelden. Ja. Al die toernooien dat hij er dichtbij is, heeft hij ook wel. We hebben nu gekeken naar Brazilië, hebben Engeland en Frankrijk gewoon ook de breedste selectie van dit WK. Qua kwaliteit dan. Hij heeft zoveel wisselmogelijkheden dat het makkelijk is om te zeggen dat hij het anders had moeten doen. Hij is kwetsbaar daarin, omdat hij natuurlijk een heel goede bank heeft. Dat is het moeilijke als je zo'n brede selectie hebt. Als hij A doet, kun je nog eens zeggen, maar hij had B en C moeten doen. Terwijl bij Martinez bij ons, als hij A doet, heeft hij misschien nog één alternatieve optie. Terwijl bij Southgate kunnen er altijd... Hij kreeg Foden vandaag niet aan het voetballen. Foden hebben we niet... Zeker de tweede helft niet meer. Die is bijna niet aan de bal geweest. Dat zijn dan wel dingen die hij moet kunnen oplossen, toch? En dat is vandaag ook niet gelukt. Rashford kwam ook heel laat. Ja. Ja, na de 1-2. En na de gemiste penalty zelfs ook nog. Dus. Was hij een topschutter dit WK? Maar wat hij wel credits voor moet krijgen is... Ja, Bellingham is de baas geworden van dit elftal. En ja, dat had niet gekund als Southgate hem dat niet had toegelaten, denk ik. Dus dat hij zoveel vertrouwen geeft aan zo'n jonge gast. Dat zijn van die gigantische talenten. Die kun je ook niet naast uw ploeg zetten. Had Bellingham gespeeld als Calvin Phillips helemaal fit was geweest en die bij City had gespeeld? Denk het wel. Hij is te veel in vorm ook, denk ik. Hij is te goed ook, hè. Ja. Dan hadden we misschien Declan Rice. En ze pikken het ook, hè. De andere sterren rond hem pikken het, dat hij echt aanwijst, we gaan zo en zo en zo doen. Hij is ook de hele tijd aan het praten, hij is overal bij betrokken. Die hebben duidelijk het gevoel, dat is hier de patroon voor de komende... Die gaat kapitein zijn in de toekomst, hè, denk ik. Ik denk dat dat nu al duidelijk is. Gewoon fantastisch. Hij heeft echt alles. Het enige wat ik vandaag had, hij was veel aan het zagen vandaag. En hij had deels gelijk. Wel vaak gelijk. Ja, want ik heb me zot geërgerd aan die ref. Niet zo erg als onze Laos van gisteren, of hoe heet hem. Nee, maar ja, wel... Maar wel heel rare beslissingen. En vooral iedere keer die kleintjes in het voordeel van Frankrijk. Cruciale beslissingen ook. Want bij de 0-1 van Frankrijk wordt er een fout gemaakt op Sakka. In de Belgische competitie herinner ik mij een fase in Antwerp-Beerschot of Beerschot-Antwerp.
dat er een goal wordt afgekeurd door zo'n fout verder op het veld. Ja. Ja, we hebben met Lahoz en San Pao vandaag hebben we niet de allerbeste scheidsrechters aan het werk gezien. En dat is ook jammer voor dat toernooi. Maar wat ik ook wel knap vind van Southgate, is hoe hij die rol van Kane eigenlijk helemaal verandert. Allee, ik volg niet de Premier League zo hard. Het is afgekeken bij Tottenham. Hè? Die stond niet in de spits. Dat doet hij bij Tottenham ook al twee jaar niet meer, denk ik. Nee. Ah, die stond overal, dus dat vond ik wel knap. En die deed dat goed. Ja, ik vind dat dan daardoor ook een beetje onderschat wordt. Geweldige voetballer. Hij staat niet in ons elftal. Ik zeg nu niet dat hij daar per se moet instaan, maar ik heb ook het gevoel dat hij nog nooit echt overwogen is voor dat elftal, omdat hij als spits kijkt naar de spitsen die ze binnenleggen. En Kane heeft wel gewoon, wat heeft hem nu, 3 assists al op dit toernooi. En ook gewoon hoeveel ruimte dat hij creëert voor anderen rond hem. En dat wordt misschien... Ja, dat... Wat vonden jullie hem vandaag dan zo goed, Harry Kane? Ik vond hem geweldig in de manier waarop hij zijn lichaam gebruikte vandaag. Dat echt wegdraaien van Upamecano. Bij Upamecano, maar ook diep op het middenveld deed hij dat tegen de zeilen. Goed zijn lichaam gebruiken om zo de snelheid in de aanval te houden. Ik denk dat Engeland niet zo kan voetballen zonder Kane zijn werk. Ik denk dat een Saka beter speelt door... Die vond ik goed. Ja, Saka was gigant. Maar is het soms genade dat hij zo ver terug gaat? Want soms bij Tottenham zie je dat ook, hè, dat hij de bal gaat opvragen onder de middenlijn, op het verdedigend vlak gewoon. En dan heb je niemand die daarvan voor staat. Dat is veel extra werk dat hij moet verrichten. Op die manier laten die twee centrale verdedigers van Frankrijk ook keuzes maken. Hè. Die beginnen te twijfelen, want ze hebben geen rechtstreekse tegenstander. Dus dan ontstaat er een beetje chaos en dat is wat Kane kan. Het was wel te extreem. Op het einde was hij die naast Maguire de bal stond te vragen. Ja. Dan zit je echt... Maar dat deed mij denken aan wij tegen Frankrijk, Hazard... Begon ook de bal aan het strafschopgebied te vragen. En dat is denk ik eerder wanhoop dan dat dan nog tactisch... Dat in principe Bellingen moeten zijn. Of Rice. Hij scoorde en miste een penalty. Ja. Is dat een voordeel dat de keeper u kent of een nadeel? Hij heeft wel gewoon overgetrapt. Dus de keeper kan er niks aan doen. Maar... Zijn eerste penalty was redelijk overtuigend. Daar was weinig op te zeggen. En die tweede, ja, ik vermoed dat hij hetzelfde wil proberen, maar dat hij die bal net niet op dezelfde manier raakt. En... Had hij iemand anders moeten laten trappen? Dat is een stomme vraag. Hij is het kapitein, je moet eigenlijk die verantwoordelijkheid nemen. Maar zo twee keer tegen iemand die je kent. En het is Harry Kane. Niemand heeft ooit meer penalties gescoord in de geschiedenis van het WK. Ja, voilà. Niemand. Dat is mooi. Maar het is ook zo typisch Engels. Het is weer niet gewoon 3-1 verliezen of zo. Het is weer super traumatisch op al de tabloids en morgen... De Harry Kane zijn hoofd gigantisch op die voorpagina staan. Het is Beckham zijn penalty 2004. Lampard zijn een bal die 2 meter over de lijn is tegen Duitsland. Gascoigne zijn tranen, hele kaart. Rooney rood, Beckham rood. Het is altijd zo traumatisch bij Engeland. En op die manier past deze wedstrijd wel in dat rijtje. Omdat de hoop ook de hoop is altijd zo groot. Hij mist de penalty voor 2-2, hè? Ja. Want ik vind dat we nu wel heel hard doen alsof Engeland had gewonnen. Ja, maar ze waren toch gewoon beter. Maar waren ze niet beter omdat Frankrijk voorstond vaak? Maar toen het 1-1 was, zei jij ook tegen mij, had jij er geen vertrouwen meer in dat Frankrijk ging winnen. Hè? Toen was dat, Engeland was duidelijk de betere ploeg wel op dat moment. Dat was even 10, 15 minuten dat ze echt bleven doorgaan. Maar voor de rest had ik het gevoel dat Frankrijk veel controle had. Op het moment dat Giroud scoort, zei jij ook wel, Frankrijk is weer aan het overnemen. En die krijgen eerst die grote kans die eigenlijk al binnen moet van Giroud. En dan doet hij het toch weer, hè, Giroud. Allee, we kunnen er echt niet meer rond, hè. Ja, maar we kunnen in mijn ogen vooral niet rond voor mij de man van de match van vandaag, Griezmann. Ja, vooral... Dat is fenomenaal. Had rood moeten hebben. Dat wegcijferen. Jij volgt La Liga meer dan wij doen. Ja, ik vind dat zot dat hij zich zo wegcijfert voor... Is dat de verdienste van Deschamps. Dat is Deschamps. Ja, ook, maar de prime Griezmann deed dat bij Atletico Madrid altijd. Hij is ook al, denk ik, topschutter geweest voor de nationale ploeg op een toernooi. Hij is altijd iemand geweest die zich aanpast aan de situatie waarin de coach hem zet. Alleen bij Barcelona is dat eigenlijk compleet mislukt. Omdat ze hem die mannen beseffen toch ook totaal misbruikt hebben. Maar voor de rest... Als wij ons schikken naar de ploeg... Griezmann. Dan, en het plan klopt. Ik blijf Griezmann een wereldtopper vinden. Het feit dat... Puur doordat hij dat doet, dat hij dat wil doen, dat hij zich eigenlijk nooit boven de rest zet. Hij staat vandaag mee op het middenveld te werken alsof het... Een box-to-box. Zeker bij Frankrijk is hij een wereldtopper. Ja. Zeker. Hij was dat enkele jaar geleden bij Atletico Madrid, 100%. En dit niveau altijd terug bij Frankrijk. En dan zie je wat voor een geweldige speler dat is. Maar ook aan de bal, hè, die voorzet die hij trapt op de winning. We waren aan het kijken wie zijn schuld dat was of zo. Die defensief dan, wie zijn man Giroud was. Maar die voorzet was gewoon amper te verdedigen. Ja, maar ze kroppen wel hard terug. Dat is echt een heel moeilijke situatie. Afgeslagen voorzet of afgeslagen corner. En dan even die desorganisatie.
even chaos. Maguire die één stap zet. Ik wil geen steen werpen naar Maguire in die situatie. Maar net daardoor komt hij die fractie tekort. Toch een klein steentje gegooid. Toch een klein steentje. Allee, ja. Dat mag, een kiezeltje. Ja. Een kiezeltje, ja. De Engelsen, hè, want ze legden ergens ook wel bloot dat Frankrijk wel te pakken is. Net doordat ze met die drie vooraan dat het echt verdedigende werk van Mbappé en Dembélé niet zal komen. Griezmann, die deed enorm veel werk, maar toch, doordat die twee buitenspelers... Dat is echt... Dat zijn twee penaltyfouten, domme penaltyfouten. Ja, die in links en bak. Hoe bedoel je? Ja, hoe Engeland aantoont dat Frankrijk te pakken was. Ah, ik vond dat wel, doordat Engeland doordat de bal... dom zijn Engeland... en op momenten... Nou, nee. Engeland kon de bal claimen omdat die twee wingers niet super hard mee verdedigen. Daardoor kon Engeland het balbezit claimen. Maar Ruiz heeft ook niet veel moeten pakken. Ik denk dat Sam dat bedoelt. Nee. Heeft dat afstand schot van Bellingham? Moest echt binnen. Jawel, maar die van Kane in de eerste helft, als die iets hoger stift... Ja. Kane is die van rechts, een kans. Die dat was denk ik de grootste. Die koppel van Maguire. Ja, maar dat ligt niet... Die pakt Loris, denk ik. Dat ligt niet aan die wingers. Maar als Loris, als hem op kader zou zijn, denk je dat Loris hem heeft, maar ik vind dat, wat hem ook met Pogba gedaan heeft en dan nu Griezmann, ze dat nederig krijgen, ik vind dat chapeau voor Griezmann de Griezmann heeft de meeste key passes van heel het WK. Nog niet gescoord, maar nee, ja, ook belangrijk. En speelt zijn 72e cap op rij. Dat zegt toch ook veel. Maar ja. Ja, zot. Giroud heeft trouwens gezegd na de match, deze match deed me een beetje denken aan België in 2018. Ja, mij ook. Mij ook. Ja. Zeker op het einde. Ik denk dat Philippe Joos het ook zei. De Engelsen trappen in de val. Ja. Wij ook. We hebben net hetzelfde gedaan. Ja, en zo, ja, die, en dat is het zure aan heel die nederlaag voor de Engelsen. Het is geen verdiende nederlaag in mijn ogen. Maar okay, je kunt er ook niks op zeggen dat Frankrijk gewonnen heeft. Maar het gevoel gaat toch anders zijn dan in Nederland. Als Oranje thuiskomt, dan ga je zeggen ja, jullie liggen eruit in de kwartfinales met kakvoetbal, om het dan zo te zeggen. En bij Engeland kunnen ze toch terugkijken op een match waar ze echt wel oké gespeeld hebben. Meer dan oké gespeeld hebben. Engelse het is toch weer een gemiste kans. Dat sowieso, staat er los van. Maar ze hebben wel oké gespeeld. Kane wordt er ook niet jonger op. Ik zie geen, niet direct, vergeet ik iemand? Ik zie geen opvolger direct klaarstaan voor Kane. Vergeet ik ergens een Engelse spits? Rashford op de 9? Maar echt als diepe man, ik zie niet. En een ander helaas. Het systeem kan dat, vind ik, maar goed. Dingen had dat moeten worden, Greenwood, maar... Er is ook, een heel sad verhaal natuurlijk. Er is ook geen ploeg meer in dit toernooi die de Fransen zo achteruit kan duwen zoals de Engelsen dat deden. Dus het wordt heel moeilijk, denk ik. Het is een waanzinnige ploeg. En ik was vandaag aan het denken, deze ploeg binnen 4 jaar op 2K in Amerika. Ja, dat moet toch fenomenaal zijn, want al die sterren van Engeland die zijn jong. Je mag niet vergeten, dat is eigenlijk een soort van B-elftal bij Frankrijk. Ja, nee, dat Pogba is er niet bij, Kanté is geblesseerd. Benzema is er niet bij. Kimpembe, Nkunku, Lucas Hernandez. Je kunt ze blijven opnoemen, die in principe ook in die basis zouden moeten staan. Maar Messi dus. Tegen die links en bak, de niet geblesseerde Hernandez. Dat is toch de Achillesgeel van Frankrijk. Allee, wat een stomme penaltyfout dat hij maakt. Dat gaat hem niet meer doen. Hoe hard kan het pas op, die hapt 3 keer zo. Hè, ja. Dat hem nog een paar keer hapt en de allerdomste krijgt hem dan tegen. Maar ik vond Tchouaméni zijn fout ook. Het was Tchouaméni de eerste penalty. Ja, inderdaad. Dacht ik ook. Hè? Ja, dus. Onnodig. Laat die gaan. Maar goed. Evert, hebben de Engelsen nu kunnen overtuigen, dit WK? Want dag 1 herinner ik me nog heel goed anti-Engeland. Ja, toch. Kom aan. Ja, toch. Ik zei voor de match FC Lorette Maar tegen FC Biarritz. Gewoon, ja, ik blijf met de Fransen, ja, dat weet ondertussen iedereen al. Ik ga er niet graag op vakantie, omdat ze mij nooit goed ontvangen. Bij de Engelsen ben ik toch altijd zo dat randje. Er zijn gewoon gasten bij. Maguire, Pickford, Stones valt nog mee, Trippier. Ik weet het niet. Ik denk niet dat je daar wereldkampioen mee kan worden. Die stralen dat niet uit voor mij. Dus Bellingham vond ik een enorme ontdekking. Daar ben ik echt verliefd op geworden. Maar de rest... Ik vind ook, als topploeg in de Premier League nu, moet je die Rice kopen. Die was ook goed. Nu is duidelijk van... Sowieso. Er is geen reden meer om te twijfelen. Hij moet geen test meer halen. En hij heeft zelf ook aangegeven dat hij echt wel een stap wil zetten. Het is toch raar dat die roddels, die geruchten, dat niet een stap concreter wordt? Ja, ze vroegen ook 100 miljoen bij West Ham. Dat legt niet zomaar. Hè. Nee, maar ja, nu toch wel. Ja, ik zou vorig jaar ook niet getwijfeld hebben. Maar er is niks moeilijker dan een Brit weg te kopen bij een Britse ploeg, denk ik bijna, hè, die ook financiële middelen heeft. Ik denk dat je een Bellingham makkelijker kunt losweken dan een Rice, puur omdat Dortmund minder kapitaalskrachtig is dan een West Ham, hoe zielig dat ook klinkt. Altijd voor te zeggen. Misschien nog even over Maguire. Speelt op zich een oké WK. Zeker. Ja? Beter dan verwacht, hè. En dan getuigt dat voor mij wel van hoe sterk hij mentaal moet zijn. Want hij komt wel... Getuigt ook van het feit dat Southgate hem echt wel
overtuigd heeft om ja, echt zijn focus op dat WK te zetten. Want er was een laatste interland voor het WK waar dat hij even mocht spelen. En nadien hebben ze nou, een uur of twee nog samen gezeten, Maguire en Southgate, wellicht in overleg van kijk, ik ga je zeker meenemen en ik ga je laten spelen, want er was ook twijfel over, gaat hij spelen, gaat hij niet spelen. En ik wil dat hij voor mij op die manier door het vuur gaat. En dat heeft hij nu wel op een of andere manier kunnen tonen. Oké, maar hij moet toch mentaal echt aan de grond gezeten hebben? Ik denk dat dat heel, heel, heel lastig is voor die mensen. En dan moet je toch met stress het veld op gaan en hopen van niet in die eerste minuten ja. weer een Harry Maguire doen. Ja. Ja, want je weet, je voelt toch sowieso... Hij heeft zijn momentjes nog, maar dat was nu, dit WK was dan vooral in aanvallend opzicht. Defensief was hij echt goed. Met Stones gaat dat echt goed, dat klikt wel. Maar er worden ook geen dingen gevraagd van hem dat hij niet kan. Nee. En het is ook gewoon... wel het gevoel dat hij bij Man United die rol wel probeert aan te nemen. Dat hij iets meer probeert te forceren en waardoor dat het dan vaker... Hij was bij Leicester ook een goede verdediger. Hè? Ja. En ik ben vooral benieuwd of dit zich op de een of andere manier kan vertalen en toch nog die transfer voor United dan kan redden op de een of andere manier. Ja, hij moet zeker beter... Dat is afgesloten, denk je? Nee. Ik denk dat je dat niet meer recht kunt trekken. Maar waarmee ik kan zeggen dat hij zijn carrière voorbij is. Misschien bij een andere ploeg dat het wel terugkomt. Maar... Je moet niet zo naar mij kijken. Hij gaat niet naar Chelsea komen. ik vond hem echt goed spelen. Allee, ik zie natuurlijk niet al die wedstrijden van Man United verre van, maar ik vond hem dit toernooi echt secuur. En hij is op stilliggende ballen is hij echt een wapen. Hè? Ja. Hij heeft een prachtig assist gegeven met de kop. En vandaag buitenkant paal. Ja, daarvoor staat hij er ook op. Toernooi, hè? Ja, dat was chic. Kan hij dat winnen? Een jonge speler van het toernooi of zo volledig. Zo jong is hem niet meer. Goed. Straks meer Kick and Rush in deel 2 van Mid-Mid Mondiaal. Zeg jij onze bed? Ah ja, wat gaan we nu doen? Nu is het moment, hè. Als Frankrijk wint, oordeel voor de Leroy. Als Engeland wint, oordeel voor de Sam. Oeh. Ik wil de verliezen van maandag een oordeel zien. Ja. Dat is eigenlijk ook wel echt officieel, Mr. Proper. Ja. 6. Ik ga Nobel moeten schieten. Ja, super fijn. Ja! 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 Ja, 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 ja! Oh, Bellingham, a.k.a. Lord of the Ring. Ja, al die fucking... Dat zijn wel gênante beelden, zo, man. Oei, alleen voor mij. Het is wel de eerste keer dat je zo bang geweest bent bij een weddenschap. Ik dacht echt, Pieter, uiteraard gaat je Leroy met een winning streak verbreken. Ik ga zo niet staan met een oring. Maar jawel, dat denk ik eigenlijk Sam, wel. Jij was er ook mee weggekomen. Zeker van. Nee, je moet nu niet zo beginnen. Ja, maar ik heb... Nee, maar dus hoe gaan we dat regelen, Leroy? Wil je dat ik die zet? Ga ik die zelf zetten? Maar wat het beste is voor de show, laat de mensen maar beslissen hoe we dat doen. Ik wil wel gewoon kiezen wat er in mijn oor komt. Want ja. Ik moet er wel mee rondlopen. Dat ik niet plots met een Arsenal-oorbel of zo in mijn oor zit. Maar de fans mogen kiezen wie dat schiet en hoe. En liefst niet te gewelddadig wel gewoon. En, wel... en waar ook dan? Of? Nee. Prins Albert? Nee. Mocht, hè? Ik heb verteld waarom dat niet mocht, maar dat ga ik niet zeggen op antenne. Tefel of oorlel, maar ik ga voor de oorlel. Ja, ik ga voor de oorlel. Ik heb goede oorlelletjes, denk ik. Dus ja, we zien kijk wel. Kijk er naar uit. Ja, oké, ja. Geen mening. Dat is wat mij wel opviel. Tijdens de match werd je resultaten van Wrexham aan het opzoeken. Tijdens de eerste wedstrijd. Werd je super fan? Ja, nee, ja, ik volg dat wel nu. Ja. Dat is een beetje door Tim, die ook in Kick and Rush zit. Die is fan van het eerste uur van Wrexham. Die is dat beginnen volgen sinds de overname van de twee acteurs, Rob McElhenney en Ryan Reynolds. En ja, dat is een mooi verhaal gewoon. En dat is wat voor mij het mooie is aan het Engelse voetbal, is dat zit vol van mooie verhalen, grote verhalen. Maar dit is een groot verhaal, maar er zijn ook heel veel kleine verhaaltjes. En daarom is dat Engels voetbal zo... Maar wat is dan het mooie verhaal? Dat die acteurs daar hebben overgenomen? Ja, en de manier waarop ze die club proberen weer naar boven te krijgen. Want Wrexham was in de jaren 80 was dat tweede klasse. Ze hebben nog Europees gespeeld tegen Anderlecht en zo. Dat stadion, de Racecourse Ground, dat is het alleroudste internationale stadion ter wereld.
Dus dat is al historie, dat is al geschiedenis. En die probeerden dat ook in stand te houden, want de vorige eigenaars wilden dat afbreken, wilden de appartementen zetten en zo. Dus die brengen wel een hele nieuwe flow in die club en dat is heel plezant om te volgen. En waar zitten ze nu dan? Vijfde klasse National League. Hebben ze gewonnen? Ze hebben 0-2 gewonnen van Eastleigh, dus een goede week. Is dat wel een verhaal voor u, Evert, om te volgen? Support your local team. Dus ik vind dat is typisch Brits. Hè. Altijd. Als je geboren bent in Wrexham of in Gillingham of in... Maakt niet uit waar, dan zijn ze in eerste instantie voor die club. Voilà. En zo hoort het ook wel een beetje. Voilà. Geschiedenis deze namiddag. Marokko naar de halve finale. Ja, wow. Eerste Afrikaans land ooit. Echt wel wow. Ja, yes. Maar jij waart voor Holland toch ook? Nee, ik had duidelijk gekozen gisteren. Tijdens die match was voor Holland. Maar ik vind dat wel mooi hoe Marokko, hoe dat hij was ook voor Frankrijk en in de match was hem ook voor Engeland. Ik wou verlengen. Vooral die strijd tussen jullie. Dat was fantastisch. Ik vind dat wel mooi hoe alle Dreddies Dennis aan het omarmen zijn. Ook op Instagram, hoe dat ze allemaal aan het beginnen volgen zijn. Je bent echt daarin borgeruit. Wat is hij is expres Marokkanen content aan het posten om extra volgers en zo. Echt waar. Gewoon het filmpje dat wij gedraaid hebben, Sam, dat ik in opdracht van jou ben gaan draaien. Maar we mogen er wel niet licht over gaan, vind ik. Voor het eerst een Afrikaanse ploeg in die... Nee, maar ik dacht, ik breng het even terug. Een Afrikaanse ploeg in de halve finale is gewoon crazy. En het is geen toeval dat het Marokko is. Hè. Marokko was de eerste Afrikaanse ploeg die een punt pakte op een WK in 1970. Was de eerste Afrikaanse ploeg die de knock-outfase bereikte in 1986, en is nu de eerste Afrikaanse ploeg die de halve finales bereikt. En verdient. Absoluut. Al elke wedstrijd verdient. Ja, ze doen het op hun eigen manier. En die eigen manier doen ze wel tot in de perfectie. En dat is wat die bondscoach er heeft ingekregen. Ik vind dat wel heel straf, op één lijn gekregen. En het gaat niet over, ik zet mij keihard in. Het gaat over nog iets dat daarboven hangt. Ik weet niet wat het is dat er boven die ploeg hangt, maar het is nog meer dan gewoon inzet. Het is een volledige overgave, een soort van transe waar ze 90 minuten lang in zitten. Daarvan is toch die Romain Saïs. Dat is gek. Die komt geblesseerd dat veld op en die moet ballen trappen met zijn rechtervoet, omdat hij met zijn linkerbeen, wat zijn goede been is, geblesseerd is. En staat dan te coachen na zijn wissel? Ja, moet dat dan af? Staat dan te coachen alle Ronaldo op het EK in Frankrijk? Wat ik straf vind, het is defensief voetbal, maar het is wel plezant. Ja, ze hebben ook kansen, het is niet stampen, het is niet een bal wegschap. Het vertrekt vanuit defensief, maar het is niet een bal wegtrappen. Nee. Het is zoeken van hoe kunnen we snelst aan de overkant raken. En dat is... En vooral doordat ze met zoveel overgaven spelen, het is niet met acht op het strafschopgebied gaan staan, maar echt proberen die bal af te pakken, echt elk duel aan te gaan, niks uit de weg te gaan, geen verantwoordelijkheden te ontlopen, geen alibi verdedigen. Iets wat we te vaak zien in het moderne voetbal. Dat is het zeker en vast. Dus dat vind ik... Allez. Maar die goal ook, hoe hoog kun je springen? Hoe lang kun je daar hangen? Ja. Het deed mij aan Ronaldo denken tegen Sampdoria toen hij bij Juve speelde. Toen was het nog misschien net iets hoger en hij bleef ook net iets langer hangen in de lucht. Oké, het is Ronaldo, het is een fenomeen. Dit is Youssef En-Nesyri, de spits waar bij wijze van spreken niemand nog van gehoord had. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Jij volgt La Liga echt opzettelijk niet. Nee, ik had er wel van gehoord. Bewust, jij negeert dat gewoon bewust. Sorry, jongen, toch. Het was bij wijze van overdrijving. Hè. Hij zit op de bank bij Sevilla. Voilà. Het is daar zeker niet een basisspeler. Dus dat is opvallend. Ja. En hij was de enige die die situatie goed inschatte. Maar ook de rest van die ploeg is gebouwd met niet... Natuurlijk is Ziyech en Amrabat die staan nu in de picture, maar daar zijn heel veel spelers bij die ook gewoon nog bij Casablanca zitten en zo. Allee, ze maken er een geheel van. Het goede nieuws is, een slechte heeft rood gekregen ook, dus die kan al niet meedoen voor de volgende ronde. Dus dat is briljant bekeken van die trainer eigenlijk. Ja. Het is zondag met Midcup en in die Garincha Hoboken hangt de bal op hoogte van waar de Cristiano hem heeft kunnen binnenkopen tegen Sampdoria. Ja. En dat is de vorige keer. Iedereen heeft het denk ik geprobeerd, dat is niemand gelukt. Niemand heel dicht. Dat was zot hoeveel sfeer dat zorgde. Iedereen was echt zot hyped. Ja, omdat het in een tournee generaal betaald wordt als iemand hem kan raken. Hoe is dat dan? Dat is belachelijk hoog. Ja, dat is... Ik heb met een ladder raak ik er. Een ladder, ik spreek en ik zit er nog net onder, denk ik. 2016, 2017, kun je net op? Ik even opzoeken, ja. Al sinds, dat gaat daar zondag weer hangen. Dus vraag me echt af of hij er ver van zat nu. Want dat was ook echt hoog, hè. Ja. En Marokko, de keeper zat er toch ook naast. 2,56 meter. De keeper wacht. Wat is dat dan van hoofd? De bal was 2,56 meter. Om te vergelijken, een basketbalring is 3,05 meter. Dus
om daar met je hoofd naartoe te gaan, dat is redelijk... Want wij weten perfect hoe een basket erin hangt. Ja. Iedereen heeft wel eens naar een basket erin gesprongen. Ja, ja. Nooit geraakt. Voor sommige mensen is het dan moeilijk om daar met je hand aan te komen. Kan daar niet aan. Voilà, dus dan weet je hoe moeilijk het is om op 2,54 meter te geraken met je hoofd. Hè. Het kan wel inderdaad er dichtbij zijn bij de hoogte van Ronaldo. De hangtime was wel straf. De keeper ziet er inderdaad niet lekker uit. Een enorm voordeel voor Marokko is, ja, ze spelen gewoon een thuistoernooi. Hè. Als je die sfeer ziet, dat helpt die spelers echt. Hè. Ze benadrukken het ook, ze spelen er ook heel hard op in. Ze zijn echt één met dat publiek. Dat geeft een enorme boost. En voor mij misschien wel al het beeld van het toernooi. Ik heb er al een paar gehad, maar... Die Stewart? Nee, dat was de El Jamik, die verdediger, die het hoofd van Pepe kust. De allerlaatste kans op de gelijkmaker mist. En die El Jamik in een fractie van een seconde beslist om voor, als een soort van geluksbringer het hoofd van Pepe te kussen. Ik vond dat zo mooi. Het mooie eraan is dat hij het niet treiterend doet, denk ik. Dat hij het echt oprecht doet. Dat hij gewoon zo blij is met dat moment. Dat is weer gepasseerd. Dat het echt een opwelling is. En dat maakt het inderdaad... Ja, want Pepe verschiet. Want de normale Pepe van Madrid, die had een koek gegeven. Dat is een prachtig moment, vind ik dat echt waar. Dat is beter dan onze blankus, denk ik. Ja. In een wedstrijd, vlak bij die kans. En Ronaldo, die met tranen in de ogen heel veel katakomben doorwandelt. Ook wel een beeld, hè? Niet, jongen. Nee, ik vond dat hard. Nee. Maar die gast heeft een waanzinnige carrière gehad. Die heeft alles bereikt. En ik had er een heel gedachte over van moet die jongen het einde van zijn carrière niet beter laten plannen met zijn management? Want hij kwam wat over als een klein, verwend kind. Maar dit beeld leek me echt. En dan weet je, oké, die kan nooit meer wereldkampioen worden en die is daar kapot van. Ik vind wel dat hem iets te veel de perceptie van bij Man United heeft meegenomen naar dit toernooi ook. Want bij Portugal heeft hij zich wel heel correct opgesteld, denk ik. Die heeft gedaan wat hij moest doen in zijn rol. Die heeft beseft van, oké, ik ben hier goed vervangen. Die heeft gereageerd zoals hij moest reageren. Maar doordat de zwijm van Man United daar nog over hangt, van hoe dat hij daar gebotst is... Maar door ook doordat de mensen toch alleen in de media dan dat echt zoekt, omdat dat genereert het meeste kliks naar hun website. Dus die willen een foto zetten van Ronaldo die misnoegd op de bank zit. Het is ook het eerste wat wij willen. Het is ook het eerste wat we opzoeken. Hè. In die opstelling gaan we niet kijken wie is de linkse bak, wie is er op de 10. Nee, speelt Ronaldo. Dat is normaal, hè. Het is Ronaldo, hè. Ja, maar bij die goal dat hij nog op de bank zit, die ze gaan vieren aan de cornervlag. Ja. Bruno Fernandes blijft op het veld staan en hij gaat naar Bruno Fernandes. En daar wordt dan van gezegd in de media dat hij niet meevierde en dat hij wegliep. Ja, eigenlijk niet. Ja, geen doelpunten ooit in een knock-outfase is wel een klein smetje op zijn carrière. Er was een gigantische smetje. Allee, ik kan niet nog een verkleinder woord zeggen dan smetje. Messi had er voor dit WK ook geen gemaakt. Om dat even te verduidelijken met cijfers, 570 minuten en 27 schoten op doel. En geen enkele goal. Voor iemand als Ronaldo met zijn kwaliteit en zijn klasse is dat wel opvallend. Ja, je verwacht meer, tuurlijk. Je verwacht doelpunten van Ronaldo, maar goed. Maar dan maakt hij geen slechte shotter of zo. Het is gewoon, die scoort altijd maar daarom dat en overal. Ik vind dat geen smet. Maar... Dat is alsof Michael Jordan nooit een punt zou gemaakt hebben in de final. Dat er wel mee te doen met dat beeld. Hey, ik heb, basket, hè. Ik heb hem onder de grond gestoken in onze laatste Kick and Rush-podcast na zijn interview met Piers Morgan. Maar nu had ik wel zowel heel veel medelijden met hem. Cancelo was toch ook duidelijk pister met dat hem op de bank zat dan Ronaldo? Ja, omdat die Cancelo ook bij Man City bij de vier besten is, denk ik. En dat bij Portugal is dat gewoon een andere shotter. En ik denk dat dat moeilijk moet zijn voor een shotter. Dat je het niet... Er zijn toch niet veel spelers van Man City die al uitgeblonken hebben dit WK. Hè? Wat vonden jullie trouwens van de opmerkingen van heel wat spelers van Portugal na de match? Pepe die bijvoorbeeld zei van ja, de scheidsrechter is een Argentijn. Het is onaanvaardbaar dat een Argentijn deze match mag fluiten als Argentinië nog in het WK zit. Moet dat maar verteld in de waan van een nederlaag, denk ik. Pepe moet hem gewoon binnenkoppen, hè. Ja. Ja, punt. Ja, dat is waar. Ja, en ik denk dat de ploeg die vooral in de aanval was, ik denk dat ze 75% balbezit hadden. Als die dan wordt uitgeschakeld, dan ga je automatisch naar de ref kijken, want er zullen heel veel kleine duelletjes geweest zijn die ze niet hebben meegekregen. Maar het is vooral het moment Spanje waarop dat niet ze gedaan, verliezen. Ik ben benieuwd of de Engelsen dat gaan doen. Wat? Maar nee, jongen, die hebben penalties gekregen. Nee, ze hebben gekregen wat ze moesten krijgen. Die fase met Saka voor de 0-1 van Tchouaméni, kunnen ze wel op terugkomen? Ja. Ze willen zagen, kunnen ze... Ook een fout op Saka die niet gefloten wordt, kort aan de 16. En een seconde daarna is er nog een andere fout. Ze gaan er sowieso wel over hebben. Ik had al een tweet gezien van Gary Neville over de scheidsrechter. Ja. Maar Bruno Fernandes zijn goal was wel... Terug naar Marokko. Hoe kun je scoren tegen dit Marokko? Die een Bono zijn armen afkappen. Denk ik is bijna een van de Bruno Fernandes was er dichtbij, op de verrassing gespeeld. Dat was een briljante goal geweest. Hè? Ja.
Dat wel dat sowieso kunnen passen. Met links ook? Ja. Felix, ja. Is dat wel niet heel diep? Maar die gast die stijgt boven zijn normale niveau uit door alles wat er rond hangt, denk ik. Die is bijna bezweerd of zo. Bono of Livakovic, doe maar van het WK. Met Livakovic, ja. Maar... Ja, zijn ook belangrijke wedstrijden die eraan komen. Ze hebben alle twee nog een match. Alleen nog twee wedstrijden om zich te bewijzen. Ik vind het... De Golden Glove op een WK, dat wordt niet beslist door meeste clean sheets of zo, of wel? Nee. Dat is echt de beste keeper die gekozen wordt? Okay. Een jury, denk ik. Want in de Premier League is dat gewoon die met meeste clean sheets. En je mocht er nog een briljante verdediging voor je neus hebben. En in La Liga is dat ook. Redom heeft hem ook gekregen in 1994. Ze lagen eruit toen in de achtste finale. Trouwens, over Bounou gesproken. Als iemand van jullie Casa de Papel heeft gezien ooit... Die lijkt sprekend op Rio, een van die mannen die eraan meedoet. Als je het hebt gezien, dan kan je het ook nooit meer ontzien. Ik was verliefd op de vrouw van Rio. Wie is wie? Links is Bounou en rechts is, rechts is Rio. Voilà, kijk. Het is nog treffend dat jij en Laurent die lijkt ook wel op Fernando Llorente, die rechts. Ja? Als je hem blond maakt. Maar die Bounou, maar ik wil ook wel Bono zeggen, want dat mag blijkbaar ook. Die heeft wel een straflevensverhaal, want die is in Montreal geboren. En zijn vader die gaf fysica aan de universiteit daar. En die zijn dan met heel het gezin terug verhuisd naar Marokko. En zo is hij daar aan het voetballen geraakt. En ja, dat is toch opvallend. In Canada geboren en nu de ster van zijn land. Zijn er toch veel van de Marokkaanse nationale ploeg die in het buitenland zijn geboren? Hè? Dat maakt de prestatie van die Regragui misschien nog knapper. Hè? Die maakt daar een geheim van. En in die korte tijd, hè, want wanneer is hij aangesteld? Februari of augustus. Eind augustus. Ah, augustus, ja, we zitten natuurlijk al. Ja, ik denk dat ook. Ik denk dat we nu zomer zijn, want het is WK. Nee, het is winter. Dus in augustus aangesteld, dus op 4-5 maanden tijd, heeft hij echt een geweldige selectie. Hij heeft aangekaart dat Afrikaanse coaches te weinig kansen krijgen in Europa. Wel iets voor te zeggen, hè? Oei, wij zeggen al dat Belgische coaches te weinig kansen krijgen in België. Heel die tabel van coaches wordt wel ingewikkeld. Ik wil het zeker nog met Leroy hebben over Ziyech, want hij is een Chelsea-fan, maar dat is voor deel 3. Hoi, kom op, jongen. Heb je een hoofdblessure, vent? Ja, dat is toch hoor? Waarom maakt hij dat spel stil? Roept jij dat ook bij die jeugdvoetbal? Nee, dat moet zwijgen. Soms versta ik jullie niet zo tijdens die wedstrijden. Dat is toch een score talen, niet? Score de talen van de wereld. We hebben het laatste deel gewoon in het was Vlaams doen. Ga dat volhouden? Jok. Maar, nee, we gaan beginnen met het All-Star team. Dat gaan we wel. Dennis, houd jij er even bij. Jok. Al de sterren van het WK, hè? Sterren. Nee. Dat was heel slecht. Oh, dat vind ik pijnlijk. Dus de 11 namen, even overlopen nog eens. Livakovic is onze doelman op dit moment. Guerreiro de linksachter. Ake en Gvardiol centraal. Hakimi rechtsachter. Bellingham en Amrabat op het middenveld. Mbappé en Vinicius de flanken. En vooraan Messi en Richarlison. Leroy, aangezien jij elke dag werkt, mag Taghi als eerste. Jelle, wie moet erin? Wie moet eruit? Ik heb heel lang getwijfeld. Maar nog aan twijfelen eigenlijk. Declan Rice stond heel hoog op mijn lijst, omdat ik die geweldig vind. Omdat hij vandaag ook een geweldige match speelt. Maar hij ligt er wel uit. En ik ga Nathan Ake vervangen door de man die ik daarnet vernoemde, Romain Saïs. Omdat hij puur qua moed en zelfopoffering een geweldig WK aan het spelen is. Evert knikt. Een cultheld. Cultheld. Ik voor applaudisseren. We zien hem waarschijnlijk niet meer terug dit WK. Het zou heel straf zijn, moest hij nog jongen, die speelt, herstellen joh, die van speelt, die blessure. De snoot met een rol. Ja. De rolstoel, die speelt. Ik denk dat hij assistent bondscoach wordt, maar... Nee, maar jij zei dat er veel kritiek was op Luis Enrique. Ja. Omdat hij de verkeerde man zei. Ja, vorige keer. Hij loopt eigenlijk een kleine spierscheur op, hè, tegen Spanje. Ja. En Morata komt erop en die zoekt de andere verdediger op, de nog fitte verdediger. En daar is veel kritiek op. Hij had op Saïs moeten spelen. Dat is de Morata dat ik ken, man, bij Chelsea. En daarom zetten we Morata niet in de ploeg. Leroy, wie wel? Maar wel iemand die het wel goed gedaan heeft bij Chelsea en die stilaan nu wel echt verdient. Giroud in de plaats van Richarlison. Hij trekt ze weer over de streep. Hij heeft niet de flair, niet de stijl van een Mbappé. Maar hij kopt hem toch weer verdomd goed binnen. En hij staat zijn 25e zijn debuut gemaakt voor Le Bleu. Hè? Record topschutter. Alles. Die heeft een Champions League gewonnen met Chelsea. Is daar ook belangrijk in geweest. Is kampioen geworden met Montpellier. Ja. Allee, dat is een carrière die tegen alle odds ingaat. En het heeft zo lang boven hem gehangen. En het wordt vaak gezegd, maar we kunnen niet genoeg benadrukken dat hij daar in 2018 geen goal gemaakt heeft. Maar die heeft die ploeg beter doen voetballen. En ik denk dat het misschien voor dit Frankrijk ook niet zo slecht geweest is dat Benzema is uitgevallen.
Ja, 2 jaar geleden had hij toch ook ruzie met Mbappé. Vorig jaar. Ze hebben het bijgelegd. Vandaag hadden ze bijna aan het muilen op het veld. Ja. Zo snel kan het gaan, hè? Ja, maar het is wel een heel aantrekkelijke man. Ja, ik heb zo'n Arsenal-vriend die vandaag de producer is. Ben jij een Arsenal-vriend? Ja, een vriend, kennis. Nee, ja. En ik stuur altijd als hij scoorde voor Chelsea, stuur ik een foto van Giroud in onderbroek naar hem door. Omdat dat echt een knappe man. Ik vind dat ook een knappe man. Kijk, deze tweet was er ook van Ronan Murphy. Beeldje in dat je knap bent. Beeldje in dat je knap bent en dat je scoort in de kwartfinale van het WK. Wij hebben helaas maar 1 van de 2. Goh, we moesten het over Ziyech hebben nog. Ziyech heeft dit seizoen nog maar 272 minuten gespeeld bij Chelsea en al 454 op het WK. Hoe komt dat? Want hij is toch goed? Om het cru te zeggen, 272 te veel bij Chelsea. En dat ligt niet... Als je naar de halve finale... Het hakmes is daar. En dat ligt niet per se aan hem of... Hij moet gewoon de man zijn bij een ploeg, ja. Denk ik. Bij Ajax was hem de man, bij Marokko nu is hij de man. Regagui heeft gezegd, als je hem liefde en vertrouwen geeft, is hij fenomenaal. Maar ja, maar dat is bij iedere speler zo, Sam. Ja. Ik kan mij daar ook dood aan ergeren als hij bij Chelsea zo laconiek dat op de laatste kwartier, als je zo nog een 0-1 achterstand moet weg zien te werken, dan komt hij zo laconiek en handjes in de mouwen, daar heb ik het al moeilijk mee geweten. Er zit geen grinta in, terwijl je nu op dat WK zoveel grinta, zoveel trots ook voelt. Zo'n magnifieke voet. Een heel andere speler dan bij Chelsea. Het is echt zonde dat je twee zo'n gezichten van iemand kunt hebben, maar bij Chelsea... En ik ben heel blij voor hem, want ik heb niks tegen hem of zo. Ik heb gewoon tegen hoe dat hij inderdaad soms op dat veld komt. Ik vind het leuk om... Shaqiri is ook zo een, hè. Doe hem plots een shirt aan van Zwitserland en plots kan hij in alles, maar bij Stoke... Maar hij was ook gestopt, hè? Dit jaar met de nationale ploeg? Ziyech. Ja, toch? Ja, hij moest, hè. Hij kwam niet overeen met de vorige bondscoach. Ja. Die wouden we niet meer oproepen. Lil Hozic. Ja, en nu is hij vice-kapitein. Ja. Hè, want hij kreeg de kapiteinsband van Saïs. Maar ben je dan niet ook ergens blij dat hij het nu zo goed doet? Want je gaat er wel geld aan. Oh, ja, voilà. Dat is inderdaad zo belangrijk. Ja. Ik hoop hetzelfde met... Dat is cynisch, maar dat is het wel. Ik hoop hetzelfde met Pulisic. Ook verpatsen. Hij heeft een degelijk toernooi gespeeld. Maar ja, bij Chelsea moet er gewoon een grote opkuis zijn. En dan moet die jongens vrijgemaakt worden voor Maguire. Hè? Ja, Maguire. Hey, en die staat Cristiano Dennis, moet komen. Je hebt nog nieuws over Grant Wall, een journalist. Ja, heel triest nieuws. Hè. Grant Wall die is overleden. Heel vreemd genoeg. We hebben het daar al over gehad in het begin van het WK. Toen was hij naar een wedstrijd gegaan in dit t-shirt, dus met een regenboogkleuren. En is hij even meegenomen, is een half uur opgesloten geweest. Uiteindelijk laten gaan. Maar bizar genoeg is die overleden. Heeft hij een beroerte gekregen tijdens de wedstrijd gisteren. Hij zat in de perstribune tijdens Nederland tegen Argentinië. Ineens is die in elkaar gestuikt. Ze hebben hem daar 20 tot 25 minuten proberen te helpen, proberen te verzorgen. Dan hebben ze hem naar het ziekenhuis laten gaan. Hij was wel al overleden. Even ziek, hè? Ja, het is niet... Out of the blue. Nee, had in zijn podcast Voetbal had hij ook al gezegd dat hij zich wel wat dagen verkouden voelde en dat het erger werd. Had hij medicatie gekregen en voelde hij zich beter. Maar wacht, hij voelde zich ziek op het WK. Op het WK. Hij voelde zich al lang daarvoor. Op het WK. Op het WK. Nee, op het WK. Hij was al een paar dagen verkouden. Hij voelde als een griepje. Hij dacht dat hij last had van het klimaat en de airco, denk ik. Ja. Zoals er wel een paar spelers ziek geweest zijn. Maar in Amerika is dit heel groot nieuws. Hè? Want Grant Wall is een van de journalisten die echt geprobeerd heeft om voetbal heel populair te maken in Amerika. Hij volgt tot op de voet. Hij heeft heel veel initiatieven genomen in de media. Ja. Hij was een van de hoofdwriters van Sports Illustrated. Hij staat daar echt al jaren, heel hoog aangeschreven. De Amerikaanse Voetbalbond heeft een statement geschreven na zijn overlijden. Heel veel bekende voetballers hebben iets geschreven voor hem. Dus het is daar echt hoofdnieuws. Hij was ook heel kritisch ten opzichte van Qatar. Hij had de dag ervoor nog een artikel geschreven dat er echt niet omgekeken wordt naar de arbeidsmigranten. Hij was echt wel bezig met de goede zaak. Dus het is doodzonde. Denken wij dat er kwaad opzet in het spel is of niet? Zijn broer denkt dat. Zijn broer denkt van wel. Zijn broer heeft heeft online toch een filmpje gepost van... mijn broer is vermoord. Ja. Ja. Goed, heren. Merci voor te komen. Aan de kijkers en luisteraars. Geniet van de zolder van Evert en we zien jullie morgen terug. Bye. Welkom, Jelle, op mijn zolder. Ik heb een item voor u van het WK90. Jij mag het ontdekken. Ik ben heel benieuwd. Alsjeblieft. 17. Het heeft de officiële badge van... het WK90 in Italië, dus het is matchworn. Dit is het shirt waarmee Plet de winning goal maakte tegen de Belgen in de achtste finales. Amai, dat is wel zot.
Dat is het grootste Belgische voetbaltrauma misschien. Dat in Frankrijk. Ja, voilà. 2018 en 1990. Ja. Frankie van der Aalst was die hem vergeten was op te pikken. Ach, Frankie, ik vind dat zo erg voor hem. Dat is niks tegen Frankie, maar. Ja, maar hij weet het. Hij laat hem een klein beetje lopen, ja. Maar hij trapt hem onwaarschijnlijk mooi binnen. Het is een halve volley in de draai. En Michel Preud'homme duikt echt nog op zijn Preud'hommes. Ik kan er net niet bij. We hebben het van Patrick Vervoort. Patrick Vervoort speelde toen die wedstrijd. En na de wedstrijd heeft de materiaalman van Engeland alle shirts komen afzetten in de kleedkamer van België en gewoon op het midden van de kleedkamer gezet. En Vervoort heeft Luc Raak er eentje uitgepikt. En pas thuis in België gezien dat het dat van Plet was. Amai. Dus het is eigenlijk per toeval dat hij voetbalgeschiedenis in zijn handen heeft gekregen. En nu hebben alle Engelse internationals een nummer in hun kraag. Niet. Een nummer in hun kraag? De legacy number. Dus elke international krijgt een nummer toegewezen. Dat is voor altijd. Je bent de 200ste international. Ja. Southgate heeft dat ingevoerd. Dat vind ik wel vet. Om terug de trots meer te krijgen om voor de Three Lions te spelen. Plet heeft het nummer 1019. Mooi. Dat zouden ze bij België toch ook mogen invoeren. Hoeveel zou dit waard zijn? Dat is een goede vraag. Ik denk, omdat er heel veel Engelsen het zouden willen, denk ik dat het veel meer waard is dan dat wij denken. Zou jij erop bieden? Ik heb in eerste instantie de centen niet daarvoor, maar ik vind het zalig om dit vast te hebben, om daarnaar te kijken, maar veel verder gaat het dan niet. Is jou, als Kick & Rusher, jouw grootste droom dat Engeland wereldkampioen wordt? België wereldkampioen, maar dan mag Engeland is de goede tweede, wat mij betreft. Oké. Ik zou zeggen aan de kijkers en luisteraars, tot morgen.